Dat niet, nee, dat is niet de hand. Je kunt altijd nog dadelijk winnen in de tweede ronde. En Toon is ook al in de tweede lap. En Jussie gaat ook naar de tweede lap. En oh, misschien is er nog een kans. Maar Mario gaat zo ver aan kop dat hij misschien niet meer in te halen is. Die zal thuis ook wel een Nintendo 64 gehad hebben vroeger. Hier ga ik elke keer tegenaan. Hoe kom je in de finale dan? Ja, gewoon omdat het een level is. Dit is een van de moeilijkste levels hoor ik hier weer. En het is alsmaar bewezen en bewezen. Ah, Toon schiet zichzelf onder de tiel hier. Ah, jongen, dit is wel een simpel level. Is Toon een jongen of een meisje? Ik, jongen. Jij in het echt? Jongen. Ja, oké. En waar is Paulien? Paulien doet nooit meer mee. Oh, wat fijn. Die in Paddo is wel een beetje vaag. Is Paulien er in de house? Nee. Oh. Paulien is niet meer in de house. Die is weg. Wil jullie allemaal niet te hard roepen mee aanmoedigen? Het is trouwens wel donker. Donker op de finale bank. Dat zal hem leren, ja. Om niet meteen recht voor je raam rond te rijden. Oh, en wat gebeurt hier op de brug? Oh, en Mario komt dan weer voor de derde lap, die komt dadelijk weer en die knalt bijna tegen de rij aan een hele grote Yoshi. Ja, maar die gaat wel over de banaan van Toad. En Yoshi komt langs zijn eigen ei. Dat is een mooi filosofisch vraagstuk, want was eerder Yoshi of het ei? Als een eigen ei is dan Yoshi, hè? Ja, dat is ook een kip een eigen ei. Nee, want... En Mario gaat over de finish! Ja, wat zal hem leren? Ja, wat zal hem leren? Heb je meer kans om er gewoon goed door de bank te komen? Ga dan de andere kant met dat je verkeerd gaat. Maar pas op, je staat laatst, dus, denk ik. Oh, maar daar zien ze elkaar al, rijden. En wie zal er winnen? Het zal echt op de laatste paar meters aankomen. Alweer net en net. Maar pas op dat je niet weer van de vanaf rijdt. Je kunt er mee drukken dan rem je, dan ga je wel langzaam. Dan kun je makkelijker door de bocht in. Maar het is niet maar de vraag. Wie gaat er dit winnen? Oh, en dan vliegt iemand over zijn eigen ding heen. Maar die is al lang binnen, dus dat maakt niet meer uit. En Toad is bijna bij de finish. En Yoshi rijdt tegen zijn eigen ei en nu wordt er zijn eigen ei geplet. En Toad is over de finish en Yoshi wordt ergens. Arnold heeft gewonnen en Robbie is tweede en Joost derde. Maar geen ronde, er is nog een ronde. Er is nog één ronde met de beste, de mooiste baan in de